deze video, Bart, zie je hoe je makkelijk snel iconen kan aanmaken voor mappen in Windows. Je hebt hier iconen staan voor de programma's die je gebruikt. Die kun je vastmaken aan de taakbalk van Windows. Maar je kan het ook doen met mappen. Stel, ik heb hier in mijn verkenner heb ik mijn map video's, waar ik een snelkoppeling naar wil maken. Maar die wil ik in mijn taakbalk zetten. Dan kan ik dat doen met een klein trucje. Je gaat in bureaublad toe en je klikt met de rechtermuisknop. Gaat naar nieuw. En kiest voor tekstdocument. Dan wordt er een nieuw bestand aangemaakt. Die noem ik maar voor dit gemak even zoals het mapje heet. Die video map. Dan moet ik de extensie van dit bestand veranderen. Maar daarvoor moet je wel even extensies aanzetten als dat nog niet aanstaat op jouw computer. Dat doe je heel simpel door in een verkenner te gaan naar organiseren. Daar klik je op en dan hier halverwege zie je map en zoekopties. Daar klik je op. En dan klik je op het tabblad weergave. En dan hier zie je staan extensies voor bekende bestandstypen verbergen. Dat zit onder bestanden en mappen. Die zetten we uit. En dan klikken we hieronder op toepassen. En op oké. En dan zal hier bij het bestand zal de extensie ook verschijnen. In dit geval txt. Dat gaan we veranderen. En dat veranderen we in exe. Dan krijg je een waarschuwing dat het bestand mogelijk onbruikbaar wordt. Maar aangezien we dit bestand toch niet gaan gebruiken nadat we klaar zijn, drukken we gewoon op ja. Vervolgens kun je dit bestand nu gaan vastmaken aan de taakbalk door hem er naartoe te slepen. En dit bestand hebben we niet meer nodig, zoals ik net al zei. Dus die kunnen we verplaatsen naar de prullenbak en de prullenbak leegmaken. Dan gaan we werken met het bestand dat we net hebben aangemaakt, wat dus niet meer bestaat. We klikken met de rechtermuisknop erop en we kiezen voor videomap. En dan klikken we nog een keer met de rechtermuisknop en dan kunnen we daar de eigenschappen van bepalen. Dus we klikken op eigenschappen. En dan hier bij doel en bij beginnen in moeten we de locatie opnemen van deze map. Het kan heel makkelijk door gewoon te dubbelklikken op de map waar je naartoe wil. Een van de bestanden die daarin staan, maakt niet uit welke. Daar klik je op met de rechtermuisknop. En dan kies je voor eigenschappen. En dan zie je hier bij locatie, zie je het precieze pad van dat bestand. Dat kun je selecteren met de muis. Klik je met de rechtermuisknop en je klikt op kopiëren. Je kan ook de sneltoets Ctrl-C gebruiken. Dit kan weer dicht. En dan plakken we die locatie zowel bij beginnen in als bij doel. Als dat allemaal hetzelfde is, dan kunnen we hieronder op toepassen klikken en op oké. We kunnen eventueel hier nog een ander pictogram maken, want we krijgen nu een standaard pictogram. We kunnen eventueel nog kiezen ander pictogram en dan bijvoorbeeld bladeren naar een pictogram in je iconen. En dat toevoegen. En dan klikken we op toepassen. En op oké. Het icoon verschijnt overigens pas als je de computer weer opnieuw hebt opgestart. Maar als je hierop klikt nu, dan ga je meteen naar het mapje toe waar je de snelkoppeling voor had gemaakt. En dit kun je voor alle mappen doen op je harde schijf. Voor de hoofdmappen op je harde schijf en voor submappen in je Mijn Documenten. Het maakt niet uit wat. Maar je kan op deze manier heel makkelijk een taakbalk-icoon aanmaken voor een map die je veel wil gebruiken.